was voor mij dé coureur. Volgens mij de beste. De sterkste man die ik ooit gekend heb. Geen heeft bewijzen dat hem kon winnen. En dat is historisch. En dat hem zeker driemaal sterker was als zijn tegenstrijders. Dat moet een hele goede kruier geweest hebben. Drie met volle vie van vertellen. Jawel, dat is een hele goede kruier geweest die ze aan het taart. En ik zou ook wel willen dat ik ze ver kon brengen. Parijs-Roubaix bestaat 100 jaar. De ploeg van Patrick Lefevre wil haar dominantie in deze koers ook vandaag tonen. Ja, de mannen van Mapei GB willen er een moeilijke wedstrijd van maken. Willen het tempo niet laten zakken. We hadden een heel sterke ploeg met sterke renners. Renners die sterk waren in die koersen. Die ook sterk over kassei gingen. We waren allemaal in topconditie die week. En daarom dat wij die dag collectief zo sterk waren. De ploegmaten Tafi, Bortolami, Museu en Ballerini, de winnaar van het jaar ervoor, rijden op 85 kilometer van de streep het peloton aan Vlaarden. Straks komen ze met vier van Mapei op de piste. En dan lot u trekken. Was dat gepland daar op die strook? Dat was gepland. Die dag was het wel gepland, de dag ervoor. Want bij Mapei was het altijd de dag ervoor, ploegvergadering. Er werd gevraagd, als alles vlot verloopt, gaan we op die zone, een lange zone, collectief aanvallen. Iemand lek, ja. Een lekke band van een van de renners daar. Wie is het? Pech voor Ballerini, die wordt achtergelaten. Ja, misschien maar goed ook, want het ging me waarschijnlijk niet zo gemakkelijk geweest zijn om een kapitein te plaatsen die dag met Ballerini erbij. Met drie voorop begint de discussie. Wie mag winnen? Hoe ging het nu eigenlijk en wie heeft beslist? Ik heb zelf beslist om met drie naar de meet te gaan. En dan begint het. Ik was de dag ervoor als koopman aangesteld. Dus ik heb zelf gezegd, kijk, geen discussie meer. Ik win. Jij wordt twee en jij drie. Wie speelde dan het meest op? Bortolami of Tafi? Het grootste probleem situeerde zich in wie wordt er twee en drie. En dat heeft dan Patrick Lefevre beslist. En uiteindelijk, het verschil tussen twee en drie is niks. Als je nu tweede wordt of derde, de winnaar takes it all. Het is niet waar, hè? Ja, lek achteraan. Wat nu? Jongens, wat nu? Hey. Wat gaan nu? Gaan die nu terugwachten of wat is dat nu? Wat gaat er nu gebeuren? Lekke band voor Johan Museet. Nee, ze rijden niet. Ze wachten achterin. Ze wachten, ja. Ze gaan niet door. Ze gaan niet door, maar het wordt wel stilaan gênant een beetje, die hele situatie. Ja, onlogisch. Het is een onlogische situatie. Ik zou dat ooit niet willen, maar ja. We hebben een prachtige wedstrijd gezien tot de laatste. Tot nu ongeveer zo, ja, dat is.
dat helpt de geloofwaardigheid niet in stand houden. Hè? En ook Roger de Vlaming doet daar als co-commentator moeilijk over. Ik weet hoe ik mezelf die dag voelde. Ik voel me de sterkste van de drie. En gelooft dat nu of niet, dat laat ik terzijde. Maar misschien als kijker voor de televisie had men liever verwacht dat het een strijd was onder ploegmaten. Maar in ploegtactiek werd het altijd gerespecteerd. Alhoewel ik toch een stukje wantrouwig was bij het opdraaien van de wielerpiste in Roubaix. Nu zit Johan zelfs op de kop, zeg. Bij het binnenrijden van de piste. Nog 300 meter tot aan de finish en dan nog een volledige ronde van 500 meter. Drie ploegmaten op de wielerbaan van Roubaix. Dat is iets wat nooit gebeurd is. En ja, blijdschap in alle geval bij Taffy en dat begrijp ik ook wel. Maar wat gaat het met Bortolami en Musée worden? Gaan zij nog echt sprinten? Bortolami die hield de handen wel aan het stuur. Dat zag je, hè, in je ooghoeken. Uiteindelijk weet je nooit. Ik had al dingen meegemaakt voorgaande jaren. Dus het vertrouwen was wel een stukje weg. Dus heb ik mij als eerste genesteld op de piste. En veel omgezien als men toch niet naar boven ging om zich te lanceren. Want het gaat over een monument, Roubaix. Dat iedereen wil winnen. Voilà, Bortolami die al de handen in de lucht steekt en... Johan Musée, Bortolami. Oh. Ja. Ik bekijk het toch ook met enige gêne. Ik bekijk het ook anders. Nooit meegemaakt op de piste van Roubaix. Ja. Er is commotie geweest. Alleen was het voor Mapei een publicitaire stunt. Want het logo was Vincere in Cheme. Ja. Samen winnen. En als je dan samen Parijs-Roubaix kunt winnen, is dat als sponsor een mega marketing dat je kunt voeren. Alleen moet ik wel zeggen dat Roger de Vlaming in de uitzending wel een stukje gelijk had van moesten ze nu niet sprinten ervoor? Ja, zeg ik nu. Maar er werd beslist dat we niet gingen sprinten. Met welke gevoelens kijk je nu op die overwinning terug? Ik kijk daar niet met een slecht gevoel op. Ik begrijp dat mensen daar het moeilijk mee hebben. Daar heb ik geen probleem mee. Maar ik weet wel van mezelf dat ik die dag de sterkste was. En ook hadden we tegen elkaar gedelueerd, dan had ik toch gewonnen. Johan Musée begint in 1997 als wereldkampioen aan het seizoen. Wereldkampioen worden is heel mooi, is super. Maar het mooiste aan wereldkampioen te worden, dat is dat het jaar daarna elke wedstrijd die trui terug kunt aandoen. En laten zien aan de mensen. Dat vind ik het mooiste aan wereldkampioen worden. Maar... wereldkampioen trui is altijd moeilijk. De wet van Murphy blijft altijd een stukje hangen bij die trui. Zei men, ik geloofde er wel niet in. En dan rijdt Bruno Boscardin mij gewoon onderuit. Valpartij Boscardin, Musée, die haakt vast. Die dat zien we hier, Michel. Ja, we zien het. Inderdaad, we zien het hier, zijn fietsen hangen in elkaar. Ja. En dat is nogal een probleem blijkbaar. Ja. Dat duurt allemaal heel lang. Ja, en Musée, dat is gedaan. Musée gooit de fiets tegen de grond. Dat duurt en dat blijft duren. Dat is gedaan. En daar sta ik dan. Dus voor mij was Vlaanderen die dag al afgelopen. Ik heb nog proberen te achtervolgen, maar daar ben ik nooit meer in geslaagd om de kloof te dichten. Parijs-Roubaix 97. Jij noemt het de wet van Murphy, anderen noemen het de vloek op de werelddraai. 7 keer lek. En dan moet de 8e keer nog komen. Ja, inderdaad. Het noodlot sloeg terug toe, diep in de finale.
Museu plat. Dat is niet waar. Oh, jongens. Weer plat, Museu. En Franse supporters, ja, dat vinden we helemaal niet sportief. Die beginnen te applaudisseren, te juichen. Nee. Ja, het is het jaar niet van Museu. Hè? Dat kan sport onrechtvaardig zijn. Hè? Ja, maar daarom ben ik ook altijd zo realist geweest voor een wedstrijd. Er kan veel gebeuren. Lekband, valpartij, een toeschouwer op de weg. Dus daarom, het is zo moeilijk, zo gevaarlijk om op voorhand te zeggen, ik win vandaag. Een nieuwe uitdager treedt na winst in de Omloop het Volk op het voorplan. De Zwarte van Brakel, Peter van Petegem. Waarom was de Ronde van Vlaanderen zo speciaal voor jou? Voor mij, de Ronde was het, het hoogtepunt van al de Vlaamse klassiekers. Iedereen, het is voor iedereen, de mensen in de omgeving, is dat, voor België is dat een feestdag. Het is ook zo, als jij buiten kwam, zat je op het parcours. Hè? Ik, van als ik geboren ben tot nu, leef ik nog altijd op het parcours. Ja. Ik ben een echte Vlaamse Ardennen. Ik ben hier geboren en getogen. En ja, je moet hier een beetje Vlaanderen zijn. Hè. In Brakel valt een ploegmaat van Van Petegem aan. Het is Van Dijk die hier nu het commando neemt en die als eerste naar die de Bossenstraat afsteven. Maar die aanval speelt in de kaart van Museu. Het was gewoon een mikpunt dat ik had om er naartoe te sprinten, erop en erover. Daar Museu, ja. Links daar Museu. Daar kijk eens voorbij, Hendrik van Dijk. En onze notaris moet daar echt gas geven om Museu uit het wiel te houden. We zaten toen al volop in de shifters. Dat je kunt schakelen aan de remmen, rechtstaand op de pedalen. Vroeger moest je nog gewoon gaan neerzitten, schakelen. Nee, dat hoefde niet meer. Gewoon rechtstaand op de pedalen en telkens een tand bijgeven tot boven. En dan eens omkijken. Ja. Eén renner komt nog af en ik geloof dat dat Peter van Petegem was. Bevestiging, de achtervolger is inderdaad Peter van Petegem. Een moment van aarzeling. Kleine aarzeling. Een paar seconden verlies. En dat mag niet. Ten Bosse, hoe ver is dat van je ouderlijk huis? 1 kilometer. Zit je daar dan mee? Dat je voelt van, verdorie, dat is hier voor mijn voordeur. Ik raak daar niet op dat wiel. In feite heb ik dat nooit gehad, in heel mijn carrière. Het is niet omdat ik dagelijks hier passeer of... ik heb meerdere wedstrijden verloren in mijn streek ook. Dus als je daarmee bezig bent... Maar ik wist wel, Ten Bos was echt zo'n helling dat ik meerdere malen op training ook deed, zoals Johan het deed, ontploffen. Je zag Van Petegem komen, enfin, proberen. Ja, Van Petegem wacht zich aan het manifesteren in die klassiekers. Dus hij heeft wel nog een honderdtal meter, maar hij moet er in één ruk naartoe en dat gaat heel moeilijk zijn. Ik kreeg op mijn computerteller boven de 50. De wind zat weliswaar vrij goed. En dan moet je wel heel snel kunnen fietsen om een kloof van 20 seconden te dichten. 30 kilometer, dan mag de wind nog in het poepje zitten. Hè? Alleen. Het was ver, het was gedurfd, maar ook door zulke zaken te doen, word je Vlaanderen en word je ook met een nog andere naam of bijnaam genoemd, de Leeuw van Vlaanderen. Dus door die dingen te doen, is de Leeuw van Vlaanderen gegroeid. De mensen houden van durvers, de mensen die aanvallen, die solo's doen, lange solo's, die wel scheef op de fiets zitten. Die het hoofd naar links of naar rechts hangen, bijtend, hoekend op de fiets. Denk je daaraan als je er op dat moment in die solo bezig bent? Je denkt aan niks. Je bent gewoon gefocust op naar Meerbeke toe te rijden, zo snel mogelijk naar Meerbeke toe te gaan. Je ziet niet het
publiek langs de kant. Zelfs die mensen, uw familie, zie je niet staan. Je geraakt in een trance door het publiek, door de wedstrijd, door de adrenaline van jezelf en door de pijn, die, de endorfines die ook loskomen. Klein spatje op de schoonheid van de overwinning. Je moet wat wit vocht van je mond vegen. Dat en dan is... gaan mensen natuurlijk weer aan het denken. Mensen mogen denken, maar de verklaring was gewoon de opkomende gels, de vloeibare voeding. En bij een grote concentratie van dat soort koolhydraten moet je enorm veel drinken. Als je dat niet doet, dan krijg je een soort wit schuim rond de lippen. En die had ik ook. Maar ik kan u verzekeren, als je diep in de finale aan 50 per uur moet rijden, dat het snot uit de neus komt en uit de mond. En dat je er niet bij nadenkt of bij stilstaat dat je ook is. Zo moeten. Maar dat maakt wielersport ook zo mooi, dat mensen kunnen blijven insinueren. Van Petegem wordt uiteindelijk vijfde. Groeide op dat moment het besef, ik kan die Ronde van Vlaanderen winnen? Voor mij toen wel, omdat ik wist, we groeien. En het zal wel eenmaal lukken. Het enige wat je dus ontbrak, was dat greintje lef en een tikkeltje ervaring. Misschien de ervaring, ja, zeker en vast. Maar misschien het lef om voor Johan te demareren. Misschien te veel naar Johan gekeken. Is het echt zo dat jij in zijn wiel ging zitten om van hem te leren? Maar op die moment, iedereen wou in dat wiel zitten. Zoals in de massasprint, iedereen wil nu in het wiel van Cavendish zitten. Dus ik weet, Johan Schmiel was erbij. Iedereen wou rond Johan zitten. En meestal zat ik in zijn wiel. En je stal met je ogen? Ik leerde heel... veel bij, maar ook heel snel. En het moest snel gaan. In de carrière moet het soms snel gaan. Ik was geen talent à la Bonen of Van den Broeke. Ik moest trapgewijs, zoals Johan, die misschien ook dat zo geleerd heeft. Parijs-Roubaix 98. Wil je erover praten? De val. Vertel. Valers. Het lag enorm slecht. Glad. We wisten dat. Iedereen wist het. Maar toch rijden we aan een vrij hoog tempo ernaartoe. We komen op de kasseien. Ik denk aan... misschien een 50 per uur. Maar ik voel vrij snel, die controle houden we niet. We vallen. Ik schiet uit naar rechts. Ik val op mijn linkerknie op een kasseistrook. Ik zie me nog zo liggen. Mensen helpen mij recht. En dan zie ik pas de hapende wonden aan mijn knie. Ik bekijk even. Ik zoek naar mijn fiets. Maar ik sta toch vast. Dit is te erg om nog verder te zetten. Toen hebben ze mij vrij snel in de ambulance gestoken. Je had ook nog de pech dat je in paardenmest gevallen was. Ja. Het Bos van Valers, als het geen Parijs-Roubaix is, is het zondag een doorgang van paarden met ruiters op. En die zone is zo lang, die beesten moeten ook kakken. Dus wat gebeurt er? Dat ze afval plaatsen op de kasseistroken waar dan de zondag de renners door moeten. Ik was gevallen in paardenmest. En toen is er een hele grote fout gebeurd. Een medische blunder.
Ze hebben de knieschijf gereinigd, oppervlakkig gereinigd en dicht gedaan. Met het resultaat, als je een wonde dicht, kan de bacterie beginnen leven. En ik had gangreen. En toen is het pas kritischer en kritischer beginnen worden. Met het twee kritische punten dat men bijna gestaan heeft om het been te amputeren. Omdat men niet het juiste antibioticum vindt of vond tegen het gangreen die ik had. Naar hoe doen we? Nee, gewoon, ik ga meedoen. Ik heb je revalidatie bij Lieve Maaschalk van nabij meegemaakt een paar keer. Ik heb toen maanden gevochten om terug de knie te plooien, het aantal graden te plooien. En daar was Lieve Maaschalk dan de meester die mij telkens martelde op zijn massagetafel. Om met zijn volle gewicht de knieschijf dag per dag, millimeter per meter, te kunnen plooien. Met als resultaat een jaar later dat we terug de juiste hellingsgraad behalen. Ik kreeg een stokje om tussen de tanden te steken om niet te roepen. Maar Lieve had ook andere patiënten in zijn praktijk en die vonden het vrij storend dat ik zat te brullen en te roepen van de pijn. Lieve wist perfect hoe ver hij kon gaan en hoe ver hij mocht gaan. Maar ik moest wel de pijn verbeteren. Maar ik had één doel voor ogen. Ik wou ooit nog eens terugkeren in het peloton. In de ronde van 99 staat Johan Museeuw na een maandenlange revalidatie half fit aan de start. Ik was nog niet hersteld. Niet fysiek aan het been, maar ook het ganse lichaam was fysiek nog niet zoals het moest zijn. Ik heb daar wel een stukje roofbouw op mijn lichaam gedaan. De drang om terug te keren is te groot geweest, was te groot. Ik zou dit achteraf nooit meer zo fanatiek doen. Peter van Petegem is na een uitstekend voorjaar topfavoriet. Reed jij ooit beter dan nu? Ik heb al een paar jaar de goede conditie te pakken. En, alleen ja, nu ja, weer een jaartje ouder en de conditie is heel goed. En we zien wel. Hoeveel kansen gaf je jezelf voor de start op winst? Negen op tien. Dat is heel hoog ingeschat. Zo zelfzeker. Het was ja. Als de wedstrijd verliep zoals het moest, zonder tegenslagen, zonder miserie in de wedstrijd, dan gaat het altijd ver. Op weg naar de muur van Geraardsbergen zetten alle favorieten zich vooraan. We zijn naar de kop van de koers. Turen in de ogen kijkend van Petegem. Hier hebben we hem inderdaad, Museeuw met Van den Broeke. Het is te riskant om te wachten op de Bosberger. Er moet iets gebeuren op de muur, Michel. Ik en Johan reden gewoon op kop en er was niemand die naast ons kwam. Gewoon iedereen kijkt ernaar. Zoals ik jaar naar Johan gekeken, toen reden we naast elkaar. Oh, valpartij. Ah ja, heel de valpartij. Iedereen van de kop. Behalve van Petegem en Museeuw. Die zijn niet gevallen. De eerste twee zijn reden op kop naast elkaar van Petegem en Museeuw. Ik kijk even achter mij en ik zie dat Johan dicht in mijn wielen zit, maar ik heb toen niet getwijfeld. Ongelooflijke situatie en hoe goed is Johan Museeuw? Wat ik er jaren ervoor meestal zelf de beslissing voerde, moest ik nu nadenken en hopen ik ga dit hier overleven. Je had Museeuw er kunnen afrijden op de muur. Denk van wel. Daar had je de topvorm, de benen voor. Is dat dan maar bij... misschien nog niet het lef om zo'n persoon te laten te staan. Zo groot, Johan. Moeilijk. Ja, die grote versnelling weer. Waarom moet dat? Iets kleiner en hij blijft erbij volgens mij. En hij doet dat ook nu, Mark. Reactie van Frank van den Broeke. Prachtig. Ook naar de Bosberg. Van den Broeke niet vergeten hoor, oh die gaat snel, die rijdt naar die twee, op 50 meter, misschien minder nog, indrukwekkende rush van den Broeke.
De terugkomst van Frank was verrassend. Je had hem niet meer verwacht? Nee. Van den Broek, het is nu pijgen of barsten. Nu moet het gebeuren, Frank. En we zijn tanden op elkaar. Jongens, wat een formidabele strijd. Frank van den Broek is erbij en we hebben 3 koplopers in de Ronde van Vlaanderen. Maar ik zou niet wachten, jongens. Ik zou doorrijden. Als je met 3 naar de meet gaat, dan kunnen nog demarages vallen. Zijn er nog gesprekken onderling? Ook die dag zijn er professionele gesprekken geweest. Waarover gingen die professionele gesprekken dan? Over de wedstrijd te verkopen. Het is misschien een zwaar woord, maar uiteindelijk... Iemand deed een voorstel. Het is vrij een voorstel te doen. Maar nog, ik zelf, en ik wist dat ik toch niet kon winnen in de sprint, maar ik wou dat voorstel niet aanvaarden. Wie deed dat voorstel? Van den Broek, hè? Het kunnen er maar 2 zijn, hè. Johan zegt ons, de 2 anderen deden mij een financieel voorstel. Dan wil ik met Johan nog een keer aan tafel zitten. Maar als ik moet geld op tafel leggen om Johan te overtuigen om derde te worden... Dat is al ver. Ik moet dan nog zeker zijn van te winnen. Hè? Is het dan Museeuw die uiteindelijk de knoop doorhakt en zegt... Die 7 jongens, we moeten samen blijven. Ik denk dat, op die moment, Johan wist perfect. Hij moest geen kat uit de boom... hij wist dat hij niet ging winnen. Of moest echt zodanig koersomstandigheden zijn dat ik en Frank naar elkaar gaan kijken. Maar Frank ging dat niet doen en ik ging het niet doen. Niemand ging op het voorstel in. En dat is ook het mooie aan die Vlaanderen. Dat die 3 renners alle 3 wouden winnen. En zijn ze akkoord geraakt dat er moet samengewerkt worden? De rest, dat regelen we dan later wel. Het is te vroeg om zot te doen, mannen. Rijden nog eerst. Minder dan 1 kilometer, ja. 18 seconden. En Van Petergem gaat. Hij heeft gelijk op de manier van Van den Broek zachtjes aan en ze gaan niet gaan. En Van Petergem is weg. Van Petergem is weg, maar Van den Broek moet het nu doen. Hij heeft gelijk, er moet iemand het doen. In feite was het een heel slechte manoeuvre van hem. Als we alle 2 gaan rijden, dan ga ik rijden tot op 500, 400 meter van de RV. Frank gaat bij mij komen en Johan ging winnen. Johan zag het graag gebeuren. Kijk, als Museeuw dit nog wint, dan zullen we van stielkennis gewagen. Maar kan Van den Broek er nog op komen? Hij houdt ook de benen stil. Jawel. Van Petergem op. Jullie gaan dan de hallebaan op met z'n 3 naast elkaar. Gewoon naast elkaar, ja. Het is zo mooi, alle 3 naast elkaar en vertrekken. Van Petergem trekt de wedstrijd op gang daar. Museeuw moet van ver, want die rijdt zo groot. En die moet uitkijken, die zit daar wat ingesloten. Die moet langs de andere kant gaan komen, dat kan niet meer. Die dag kon ik gewoon niet meer. Het was op, het been wou niet meer mee. Geraakt hij erop? Nee. Johan Museeuw, ik denk het niet. Van Petergem. Het is Van Petergem, jawel. Van Petergem, Van den Broeke wordt nog 2e, 3e. Je staat er op het hoogste trapje. Kijk eens links en rechts naast je. Voor mij was dat toen het mooiste. Hè? Zeker met zulke 2 mannen. 3 Belgen op podium, 3 Vlamingen. Allee, 2 Vlamingen half. De 3 een monument, museum die al heel veel gewonnen had. Mm-hmm. Het voorbeeld voor ons. En het supertalent VDB. En jij daarboven? En ik stond op de hoogste rij. Is het waar dat jij in Parijs-Roubaix jaren met ongelijke wapens gestreden hebt? Well, ongelijke. Ik heb nooit de kans gekregen om met het materiaal te rijden waar je moest voor rijden. Onder andere een gespecialiseerde fiets en zeker de tubes. De kletspandjes van Paribas? Ja. Dat is de afspraken van contracten met een ploeg. Zo heb ik ook jaren daarna ook nog met Michelin. Die hadden ook van die bandjes, maar die waren niet in staat om iets perfect
maken voor Paris-Roubaix. In slechte weersomstandigheden. En ja, dan moet hij duizenden keer op tafel verslaan en de dag ervoor. Ja, het is contractbreuk. Hè. Want als er slecht weer aangekondigd werd, dan zat je. Dan zat ik met de gebakken patat en ook. Ja. Hij wil toch die wedstrijd rijden en ik heb ja, toen heel veel meer afgezien, vooral tussen de oren, dat ik over de meet kwam van echt naar de kloot te zijn. En met de vraag van vele mensen, ja, lukt dat wel Paris-Roubaix? Maar je kunt dat niet op die moment zeggen, oh, het zijn die stroombandjes. Twee jaar na zijn zware val raast Museeuw weer vol door het bos van Valers. Ook daar moet je dan doorheen, want als je gevallen bent, het eerste wat je dan achteraf moet overwinnen als je dan in de wedstrijd terug actief bent, is het zelfvertrouwen. Van risico's te nemen. Dus ik heb die risico die dag wel ingeschat en ook het zelfvertrouwen overwonnen om toch aan een hoog tempo erdoor te gaan. Niet nadenkend, ik kan hier terugvallen. Frankie Andreu rijdt op 50 kilometer van de aankomst alleen op kop. Eén man wil hem vergezellen. Wel, het is niet zo ver naar de volgende zone. Voilà. Daar is Johan Museeuw. 14 seconden wordt hier toch gemeld. Waarom spring je niet mee? Oké, okay, ja, Museeuw demareert 50 van de RV. Ja. Er zaten toen nog een aantal kleppers bij mij. En het was niet om mij om daar te reageren. Ik dacht, ja, zoals iedereen, veel te vroeg. Je dacht? Maar het was nooit. Ja. Hij komt zichzelf tegen. Ja. Museeuw is er alleen vandoor. Andreu eraf gereden. Museeuw neemt nu het initiatief om er alleen vandoor te gaan. En dat zou een serieuze rit kunnen zijn als hij zo lang alleen rijdt. En dat op 38 kilometer van de aankomst. Iedereen had bewondering voor Johan en iedereen is toen beginnen rijden van ja, we komen hem toch nooit meer terug. En er is nooit iets opgezet om Johan terug te pakken. Een bandana met een leeuw erop. Wiens idee is dat? Ik werd toen al geruime tijd de leeuw van Vlaanderen genoemd. Toen kreeg ik ook een ingeving. Waarom laten we geen bandana maken met de leeuwenkop erop? Het zou wat zijn, Parijs-Roubaix winnen na zijn ongeval van 2 jaar geleden in deze wedstrijd. Weer wraak nemen op het lot, dat zien de mensen graag. Je rijdt solo naar de meet. Je hebt de tijd om na te denken, wat ga ik terug doen? Toen kreeg ik een ingeving. Ik ga een teken doen naar de mensen die mij geholpen hebben dit te realiseren. En wie die mensen zijn, dat zijn er heel weinig. Dat kan je op één hand tellen en mogen nog een paar vingers afvallen. Dit is wellicht de mooiste zege uit de loopbaan van Johan Museeuw. Dik verdient 50 kilometer solo. En kijk naar de ongewone vreugdeuitbarsting. Het was vooral een overwinning voor mezelf. Met die mensen die mij geholpen hebben. Hier heeft hij het voor gedaan. Hier is hij voor teruggekomen met dat been. Dit been hing er maar half meer aan, zegt hij. Dat is wat hij eigenlijk wil zeggen. De revanche op de valpartij van 2 jaar geleden. Peter van Petegem wint de sprint voor de tweede plaats voor Erik Zabel. En je was tevreden met die podiumplaats? Ik was toen heel gelukkig, na al die shitjaren. En je was van je Parijs-Roubaix-syndroom af, want je was rechtgebleven, zonder veel pech. Het was een droge Parijs-Roubaix.
En ik denk de jaren daarna heb ik meerdere droge Parijs-Roubaix gekregen. Dan ook betere materiaal en heb ik de uitslagen liggen daar niet om, denk ik. In augustus 2000 incasseert Museeuw opnieuw een zware klap. Na een val met de motor loopt hij enkele breuken en een ernstig hersenletsel op. 8 dagen ligt Museeuw in een coma. We weten uit ervaring dat elk sporter bijgelovig is. En dat kan klein zijn, maar dat kan heel ver gaan. En bij mij is het gewoon gegroeid met de dag dat ik een paternoster van Pater Pio kreeg. Van een onbekend iemand langs de weg die zei: uw leven is in gevaar. Draag dit bij u. Dit gaat u beschermen. Toen dacht ik, welke zot heb ik hier tegengekomen. Ik heb hem 2 maal niet bij me gehad. De fameuze val in Roubaix. En het motorongeluk had ik hem ook niet bij me. Is het nu toeval of niet? Ik weet het niet, maar ik weet wel. De dagen dat ik in coma was, heeft Veronique de paternoster bij me gebracht en ik werd plots wakker. Is het toeval of niet? Ronde van Vlaanderen van 2002. Zie je die finale nog? Moet je eens zeggen, ik ben niet echt goed mee met die editie. Omdat ik... Ik heb 8 dagen coma gehad en er zijn bepaalde beelden die weg zijn. Na je motorongeval? Na het motorongeval. En die wedstrijd zie ik niet meer goed voor ogen. Het is vrij eigenaardig. Sommige wedstrijden beleef ik echt zoals het is geweest, maar die dag zie ik niet voor mij. Dus je gaat mij moeten helpen. Museeuw rijdt dat jaar voor de Domo-ploeg. Met Hinkepie van Petegem en 2 Italianen van Mapei begint hij aan de Bosberg. Wij kijken om met Museeuw gaat, Karel. Seurensen. En Museeuw gaat aan, inderdaad. Aanval Johan Museeuw van Petegem, die countert Hinkepie. En wat doet Tavi? Nardello kan nog reageren. Tavi die lijkt te moeten passen, maar Tavi is zo'n harde vechter. Museeuw nog altijd van Petegem zit aan het wiel. Hadden jullie daar dan geen professionele verbintenis kunnen aangaan, zoals jij dat noemt? Laten we er een som op zetten. Maar de winnaar betaalt diegene die hem geholpen heeft. Dat lijkt mij ook onder profs billijk. Klopt. En je hebt daar ook gelijk in dat er dan in dat moment een professionele afspraak beter zou gemaakt zijn. Maar ik herinner mij niet als er gesproken is of als er een afspraak gemaakt is. Ik heb met Johan toen, ja, we hebben toen gezegd, 2 mappes. We moeten samen, allez, we kunnen, het was normaal dat die 2 mappes gingen demareren. Hè. En dat, dat we elkaar niet in het verlies hadden rijden. Waarom maar die 2 Belgen zijn zo gebeten, zo. Ronde van Vlaanderen, ik win. Dan mochten we nog samen rijden, dan gaan we toch nog proberen. Godverdomme. Want op dat moment... Het financieel kaartje of gelijk wat speelt dat een rol? Voor mij het al, maar allez. Ik heb nooit wakker gelegen van bepaalde bedragen, maar het winnen was het belangrijkste. Aanval Tafi. En nu gaat Museeuw. Maar niet vol gas. Dus zegt Van Petegem, ik ga op dat hellende stuk. En hij rijdt de rest uit het wiel, maar de rest komt terug. Zeer belangrijk moment. Iemand moet zich nu opofferen. Nardello gaat dat natuurlijk niet doen. Het draait niet meer rond. En op die manier kunnen ze de overwinning gewoon wegschenken aan Andrea Tafi. Dan zeg je voert niet meer met mij. Voert, ja. Dan gaat de kastanjes uit het vuur halen en gaat er iemand anders mee lopen. Die... Op die moment had ik dan liever dat Tafi won. De rivaliteit is hier te groot. En Tafi... Mag niet zeggen, krijgt het cadeau. Maar het had anders gekund. Het valt hier compleet stil. Door de rivaliteit onder 2 Vlamingen schrijft Andrea Tafi deze Ronde van Vlaanderen op zijn erelijst. Wie wint de sprint voor de 2e plaats? Museeuw.
Oei. Oei. Dus. Ik had verloren. Hè? Een jongen was ontgoocheld over de meet. Hij huilde. Nou. En ik was razend. Op wie was je razend? Deels op mijzelf, de omstandigheden van de wedstrijden. En anderzijds op de andere Belg. Op Museum. Ja. Nou, we daar alle twee de wedstrijd verloren hebben. We hebben zelden zo'n ontgoochelde Jan Musée gezien als toen. Je huilde. Je was niet meer de normale Johan die wij kennen van in het begin van de jaren 90. Klopt. Ik ben enkele jaren anders geweest. Ik ga het zo formuleren. Ik zei dingen, ik deed dingen die niet echt juist waren, die niet in de lijn lagen van mijn persoon. Maar dat had vooral te maken aan de hersentrauma die ik had opgelopen. De chirurgen hadden ook mijn omgeving verwijtigd dat dit kon gebeuren. En dat het hoogstwaarschijnlijk wel zo zou zijn. Dat ik rare dingen zou doen en zeggen. En dat is ook gebeurd. Want ik weet nog heel goed, dat weet ik nu al heel goed, met een collega van u, Renaat Schotte, die mij interviewt in de driedaagse van de pannen. Ik sta op de bus op trapjes en hij vraagt hoe is de conditie en ik ga gewoon die trapjes omhoog en ik zeg: nou, wij groeien en groeien en groeien, kijk. En we groeien en we groeien en we groeien steeds verder en hoger en hoger. Dag Renaat. Hallo. Ik weet nu dat dat een stukje lachen was met uw collega, maar het was niet zo bedoeld. Dus bij deze excuseer ik mij naar mensen toe dat ik mij anders heb gedragen, maar ik weet dat zelf niet. In 2002 was ik razend in de Ronde van Vlaanderen voor het resultaat. In 2002 hebben ze mij moeten tegenhouden na de douches om de persoon die verantwoordelijk was voor de Michelin-bandjes. Alweer ellende met de bandjes? Ja. Wat scheelde eraan? Het eerste jaar met Lotto reden ze toen ook het contract met Michelin en hebben ze speciale bandjes gemaakt voor Parijs-Roubaix, maar nooit getest geweest of gedaan tijdens slecht weer. Na Bos van Valleurs. We zijn allemaal gewoon onderuit gegaan. En daar zat ik dan met superbenen. In Mérigny begint een man aan een indrukwekkende solo. En hier is Museeuw. Hier komt de aanval van Johan Museeuw. Op iets minder dan 40 kilometer van het einde kiest hij resoluut voor de aanval. Gaat hij solo of kan er iemand mee? En het is nog ver, Johan Museeuw. Als je dit alleen moet klaren met straks die wind op de neus, is dit alweer een lastige karwei. En dan moet je een klein uur vechten, wind op kop, om een voorsprong te krijgen, te creëren. Op een achtervolgend duo. Een jong, opkomend talent. Een veulen. Tom Bonen. Ook co-commentator Roger de Vlaming is zwaar onder de indruk. Die jongen moet voor mij niet veel meer bewijzen, hoor. Kijk eens daar hoe soepel dat hij nog ronddraait. De 21-jarige Bonen die het lef heeft achter de 36-jarige Museeuw te vlammen. Hij zou moeten. Hij zou een mooie jongen toch. Hè. Wat een exploot, zeg. Zou jij vroeger achter je idool van Looy gereden hebben? Ik had er toch moeite mee om hem voorbij te rijden in de tijd. Ik denk wel dat hij dat gedaan had. Achteraf is dat mooi om dat te vertellen, maar het is koers. Hè. En, Johan was op dat moment denk ik de beste coureur van de wereld op die koersen. En dat was voor mij al een eer dat ik daar kon blijven, dat ik daar kon achterrijden. En ik denk dat het gemakkelijk zou zijn als iedereen de grote coureurs de ding liet doen. Hè. Allee, vooruit, Johan Museeuw. Nog 35 kilometer. Vechten tegen Bonen. Of gaat Hinkepie toch nog eens overnemen? Toen was Hinkepie nog echt een man die geen grote klassieker winnen. En als het vandaag niet was, dan was het morgen. En ja, je gaat daarin mee en je wilt zoveel mogelijk werk opknappen. En, dat was toen ook ja,
situatie eigenlijk waarop ik probeerde om goed te doen. Problemen voor Hinkepie. Dat kan allemaal niet. We gaan het nog eens bekijken. Hinkepie, ja, dat is van vermoeidheid, maar ook van schrik. Ja, nee, dat is natuurlijk vermoeidheid en ja, aan de verkeerde kant misschien zitten en zo. Hè. En wat gaat Tom Boonen nu doen? Op zijn kopman wachten of maken dat hij weg is? Eerst moest ik wachten. Dan heb ik gewacht ook. Ik ben op mijn pedaal geschoten zelfs. En dan dacht ik ook van, ja, wat zit ik hier te kloten? Die ligt er toch af. Die had al 20 kilometer naar me overgepakt. Dan ben ik gewoon doorgereden. Hij heeft er zo naar verlangd. Hij wilde absoluut een tiende wereldbeker zeggen. Ze komt eraan. De Leeuw van Vlaanderen. De allerlaatste bocht. Nummer 10 is binnen. Het orgelpunt. Johan Museeuw. Schitterende wedstrijd. Schitterende carrière. 5+5 is 10. Het werk is af. Ik had toen die dag betere afscheid genomen van de wielersport, maar ik kon het niet. Zo simpel is het. Waarom? Omdat ik te veel van de wielersport hou. Nog altijd en toen ook. Ik kon geen afstand nemen van niks. Niet van het winnen, niet van de kampioen zijn. Niet van het trainen. Want ik ook niet wist, wat komt erna? Ik had niks. Geen uitdaging erna. Wat ga ik doen, rentenieren? Misschien. Want als je dan nog doorgaat, ook op die leeftijd, en je wil blijven winnen op dat niveau, dan moet je naar doping grijpen. Ja. Ik heb een fout begaan, een grove fout. En een periode waar het makkelijk was om die fout te maken. Ik heb die fout toegekend, veel te laat weliswaar. Ik ben met mijn rug tegen de muur geplaatst geweest door mensen. Misschien is het maar goed dat ik met mijn rug tegen de muur ben geplaatst, anders kon ik nog niet die bekentenis doen. Ontkennen is ook eigen aan de mens. Want ik wist ook, als ik beken, ben ik een stuk van mijn hoofd kwijt. Ik was de koning van de wielersport van de jaren 90. Ik was het uithangbord van België. En als er dan plots zoiets gebeurt, dan ga je van je troonstuk vliegen. Dat wist ik. Maar ik ga zeker niet andere mensen gaan betichten of zeggen dat iedereen op dezelfde trein zat. Nee. Ik kom uit voor mijn fout en dat is voldoende. En als anderen dat niet willen doen, oké. Volledig uitgeput wordt Tom Boonen bij zijn eerste deelname, derde. Ja, wat kan ik zeggen? Zo ongelooflijk natuurlijk. Maar ik denk dat ik het straks zal beseffen als ik de beelden zie. En besef met welke mannen ik op pad was vandaag. En hoe sterk ik wel niet was. En dit zijn woorden van opperste waardering, waar de jonge knaap Tom Boonen zich zal aan optrekken. Wat zei hij nu eigenlijk precies? Hij wil dat ik het zelf niet meer weet. Hoe komt dat? Ik weet niet, ik heb toen wel gelachen, maar ik had eigenlijk niet verstaan wat hij zei. Ik heb gezegd tegen Tom Boonen, ooit sta je hier op het hoogste houtje. Ik zag dat ook toen helemaal niet van, nu ben ik hier en nu ga ik beginnen. Hè. Achteraf is dat dan bleken dat dat wel mijn eerste stap was richting succes. Maar voor mij was dat toen gewoon, ja, ik deed wat ik graag deed en ik had een goede dag. Wat heb je van Museeuw geleerd? Ik heb van Museeuw heel veel geleerd. Museeuw heeft heel weinig verteld. Dat was een heel rustige mens. En die kon kalm blijven. En ik ben van nature net al wat heviger dan hij was. Maar ik heb wel geleerd van, ja, om kalm te blijven, de juiste momenten in de koers. En ik heb het geluk gehad dat ik in zijn laatste jaren bij hem gereden was. Dat hij niet meer zo sterk was als de jaren voordien. Dat hij het meer moest hebben van zijn parcourskennis en van zijn ervaring. En daardoor, ook als je leergierig bent, je ziet dat, je kent die punten waar hij naar voren hebt. En als je dat in de oog houdt, dan steekt er enorm veel van op. 2004, je neemt afscheid in de Scheldeprijs. En je geeft Tom Boonen een belangrijk cadeau na afloop. Er zijn weinig mensen die dat weten. Ik heb iets gegeven aan Tom Boonen. Ik ga er niet veel over zeggen. Ik weet ook niet waar het naartoe is. Als het wordt gebruikt of als het doorgegeven is of niet. Wat ik wel weet, dat het welgemeend gegeven is aan een groot kampioen. Een attribuut die mij enorm dierbaar was. Jij bent de gelukkige bezitter van een paternoster, hè? Ja, die van Johan, hè, waar Johan zo aan gehecht was. Toen we de Scheldeprijs samen in een hokje zaten. En dat was wel een beetje een emotioneel moment.
Toen hadden hem die paternoster boven en duwde hij in mijn handen en zei: doe ermee wat je wilt. Ik heb er veel geluk mee meegemaakt en ik hoop dat het voor u ook iets kan betekenen. Maar waar hij naartoe is, als hij wordt gebruikt, heb ik hem nooit gevraagd en zal ik ook nooit vragen. En ik heb je inderdaad heel lang meegenomen. Ik heb je nooit in mijn zak gestoken, want ik vond dat was Johan zijn ding. Ik kon dat niet overnemen zoals hij dat deed. En ik probeer ook zo weinig mogelijk bijgeloof in mijn kop te laten slapen. Maar ik heb die wel altijd in mijn toiletzak zitten, dus ik ga nog altijd mee naar de koers. Iedere keer? Als ik mijn toiletzak niet vergeten ben. Ik zal jou geruststellen, hij heeft hem nog. Echt? Ja. Ah, kijk, dat wist ik niet. Mijn oor komt eruit. Ik heb het hem nooit gevraagd. Hè. Ik had hem niet vragen ook. Ik wou het niet zijn dat ik het weet. Zijn je zeker? Ziet hier tegenover mij iemand die fier is op zijn carrière? Ik ben enorm fier over mijn carrière. En ik ben vooral fier dat ik enorm veel gewerkt heb om dit te behalen, die carrière. Misschien ben ik verkeerd, maar ik zie mezelf als misschien de laatste Flandriër van de laatste generatie.